Hey Erik hier, welkom in deze video. In deze video wil ik het met je hebben over het type leider dat in deze tijd nodig is. Wat je daaraan kunt hebben, hoe je ze kunt herkennen en hoe je daar je eigen voordeel mee kunt doen. We leven volgens mij niet meer in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering naar een nieuw tijdperk. We zien dat gedurende de hele geschiedenis dat tijdperken veranderen. Tijdperken komen, tijdperken gaan. En dat is bekend en dat weten we. En als je daar studie naar gaat doen, dan zie je elke keer dat bij een verandering naar een nieuw tijdperk, dat die verandering gepaard gaat met een crisis of zelfs meerdere crisissen. Dan is het zo dat de systemen, het land, de politiek, de mensen, de omgangsvormen, de dingen die de mensen verzonnen hebben, dat die dan eigenlijk helemaal niet meer dienen aan datgene wat eigenlijk nodig is. En je ziet dat bijvoorbeeld met het jager-verzamelaar tijdperk. Je had één pijl en één boog en daar schoot je dan een dier mee. En dat ging heel lang goed, totdat er iemand zei die zei, hey, volgens mij kun je ook veel meer dat slim doen door niet één output te genereren met één pijl en één boog en één dier, maar dat je bijvoorbeeld noten en zaden en dingen in de grond kunt stoppen, moet je misschien wel iets langer wachten. Alleen dan wordt de output veel interessanter, dan hoef je niet zo hard te werken en dan krijg je toch meer output, kun je toch meer eten. En die mensen die met die ideeën kwamen, de boeren, het landbouwverzamelaar, of het landbouwtijdperk, is na het jager-verzamelaar tijdperk ontstaan. Die mensen die werden een beetje voor gek verklaard. Die zeiden, ja, je bent gek, je gaat toch niet met het risico om honger te lijden, omdat je geen dier hebt geschoten, ga je hier een beetje nootjes in de grond liggen planten. En die mensen die werden raar aangekeken, die werden verguisd, die werden te schande gemaakt enzovoort. En toch zijn er mensen daarmee doorgegaan. Er zijn mensen geweest die hebben gezegd, hey, we gaan dit toch doen, want wij zien hier hel in, we zien hier brood in. Nou, die tijdperken die zijn altijd gekomen en gegaan en ik geloof dat we nu weer in een verandering zitten naar een nieuw tijdperk. En wat je ziet is dat, en dat zie je omdat gewoon, er zijn ongelooflijk veel crisissen. Een gezondheidscrisis, inflatie, economische crisis, milieucrisissen. Politieke crisis, nou, je noem het maar op, overal waar je kijkt in de wereld is er brand. De wereld staat in brand. En in zo'n situatie kun je grofweg een drietal mensen herkennen. Je hebt een groep mensen die hebben het niet door, of die gooit het beltje erbij neer, of die zeggen, weet je, het zal mijn tijd wel duren, ik ga lekker door met datgene waar je mee bezig was. En ja, het zal allemaal wel, het waait wel over. En dat is op zich misschien wel heel gezond. Dat je denkt, hey, het waait wel over en het komt wel goed. Die mensen die zijn er en dat is maar goed ook misschien. Er zijn ook mensen die helemaal in de paniek schieten. Die worden ongelooflijk bang. Die schieten in allerlei angsten en allerlei pijnen. Omdat de situatie die zich lijkt voor te doen, die is onbekend. En als je gewend bent om heel veel controle te hebben en om grip te hebben op de situatie en je moet in één keer dingen gaan loslaten omdat het onzeker is, schieten mensen ongelooflijk in de paniek. Dan komen er allerlei kindpijnen boven en breuklijnen van pijn en innerlijke kindstukken en mensen schieten dan in de kramp. Mensen die worden boos, die gaan, en dat zie je laat. Als ik de auto aan het parkeren waren twee mensen ruzie aan het maken over een parkeerplek. Ik denk, het moet niet veel gekker worden. En ik denk dat het nog veel gekker gaat worden. Mensen zijn totaal dan de weg kwijt en schieten dan in totale angsten en pijnen. En het wordt chaos. Dat is het tweede type mens dat dan in zo'n situatie oppopt. Het derde type mens, dat is de leider. Dat zijn mensen die zeggen, hey, weet je, we herkennen dat deze situatie aan de hand is. We zien dat de wereld aan het veranderen is. We zien dat er een nieuw tijdperk aan het ontstaan is. En dat betekent dat we daarin met elkaar goed mogen blijven voelen en heel rustig en geduldig mogen zijn om te kijken, hey, waar gaat het naartoe? Die leiders, dat zijn mensen die gaan staan. Ik ben ook zo iemand. Ik ben altijd gewend geweest om voorop te gaan, om te zeggen, hey,
ik zie wat er aan de hand is in de wereld. Ik denk te zien wat er aan de hand is in de wereld. Misschien heb ik het wel mis. En vanuit van datgene wat ik zie, ga ik voorop. Ik ben hier om systemen te veranderen, om niet kloppende systemen en structuren, om die op de schop te nemen, om te zeggen, hey, weet je, dit is helemaal niet meer dienend. Volgens mij mogen we hier anders op een andere manier met elkaar mee om leren gaan. Nou, als jij in de chaos zit, of als je in kindstukken zit, of als je in bepaalde pijnen bent terechtgekomen, waardoor je in een bepaalde angst schiet of in onzekerheid, dan is het goed en fijn om houvast te zoeken. Nou, hoe kun je houvast zoeken? Wat ik in deze tijd zeg, is dat het heel belangrijk is om te gaan leven vanuit je hart en je ziel. Ik noem dat de roep van de ziel. Ik geloof heel sterk dat in deze tijd, dat daar door alle veranderingen die er aan de hand zijn, dat wij worden uitgenodigd om heel diep terug te gaan naar waar we in oorspronkelijke vorm vandaan kwamen. Om helemaal terug te gaan naar het blije meisje, het blije jongetje. Om helemaal terug te gaan naar toen je nog onschuldig en ongeremd door het leven liep. Om terug te gaan naar je kern, naar je why. Om terug te gaan naar waarom ben ik ook weer hier op aarde? Wat zijn mijn talenten? Wat zijn mijn passies? Waar ben ik goed in? Om daar contact mee te gaan maken. Ik noem dat de roep van de ziel. Om contact te maken met je diepste essentie. Nou, hoe je dat doet, ik heb hieronder in de omschrijving kun je zien waar ik ga vertellen over de roep van de ziel. Events, theateravonden, inspiratietheaters. Een boek wat ik geschreven heb, zodat je daar meer informatie over kunt inwinnen als je dat leuk vindt. En als je aan jezelf wil werken, als je echt zegt van, hey, weet je, ik merk dat ik dingen los mag laten. Ik merk dat ik heel onrustig ben. Ik merk dat ik heel erg in mijn hoofd zit en ik wil daar iets aan doen. Ik wil niet alleen maar gebruik maken van mijn mooie hoofd en van mijn lichaam waar ik mee gezegend ben. Nee, ik merk dat ik op een andere manier mag gaan kijken naar de dingen in de wereld en dan ben ik op zoek naar handvatten en houvast. Luisteren naar je hart. Luisteren naar de roep van je ziel. Daarvan ben ik heel, heel sterk overtuigd dat dat hetgene is wat ons door deze tijd gaat helpen. En niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor de lange termijn. Dat we helemaal vanuit onze kernwaarden, onze zielswaarden, onze zielsmissie weer helemaal mogen zeggen, ja, dit is waarom ik hier ben. Hier word ik blij van en hier heb ik handvatten voor om zo ook vanuit mijn zielsmissie en mijn zielswaarden stappen te gaan zetten in mijn leven, zodat het allemaal weer een stukje leuker wordt en een stukje vrolijker. In plaats van alleen maar lopen zagen en zagen en zagen over de dingen die allemaal goed zijn. Dankjewel voor het kijken. Heb het goed. Tot de volgende video. Bye bye.